Kleine gefeliciteerd. Wat hebben jullie vandaag weer in een achtbaan gezeten, of niet? Ja, het was wel typerend voor dit seizoen, denk ik, hè? Ja, alleen zaten we nu aan de goede kant van de streep. En ja, ik kan je wel vertellen, dat is wel heel lekker, hoor. Het begon ook lekker, lekkere 1-0 voorsprong. Ja, weet je, kijk, wij gingen hier echt heen wij hoeven niks, hè. En wij hadden eigenlijk al boven verwachting onze na-competitie veilig gespeeld. En we hadden nog één escape en dan moesten we hier winnen. En we wouden heel graag winnen, hoor. Maar het was geen schande geweest vanaf waar je vandaan komt, dat je toch nog na-competitie haalt. Maar dit is wel heel lekker, hoor. Ook al heel vroeg die rode kaart, waardoor je alleen maar aan het verdedigen komt eigenlijk. Dat lukt heel lang, tot er zo'n zondagsschot invliegt. Ja, dat was gewoon een prima goal. Als je ziet hoe die gekke Danus op de goal staat. Hey. Die man die had een paar armen, die waren volgens mij vandaag 2 meter lang uit alles. Ja, dan schiet zo'n bal erin en dan denk je, dat meen je toch niet, weet je wel. En Gert-Jan zei nog op de bank, hij zegt, als er nog eentje ingaat, dan gaan we met z'n allen, ongeacht wie er op het veld op komt, we gaan naar degene toe die scoorde. En toen die erin vloog, ik had kramp, maar ik denk dat ik kramp tot aan mijn bovenrug had. Want ik was vrij moe en dat was genieten. Hoe heb je die slotfase dan beleefd? Want jij werd inderdaad al gewisseld, moest vanaf de kant toe kijken, dan heb je dus nergens meer controle over. Nee, ja, dat is erger dan dat je in het veld staat. Maar ja, weet je, ik had gewoon overal kramp en dan moet ik gewoon eerlijk naar mijn ploeg ook zijn dat ik een frisse kracht erin ga. Nou, we hebben genoeg jongens op de bank die hetzelfde kunnen brengen en dat is ook wel weer het positieve richting aan het einde van het seizoen. Ik kreeg een bredere selectie, iedereen werd fit. Ja, en dan zie je dat je in zo'n slotfase dat je gewoon gelijkwaardige spelers kunt opstellen. En ik denk dat wel de verbetering is geweest in dit seizoen. Meteen met die kramp dan toen er 2-1 werd gescoord in de laatste minuut? Weet je, op dat moment denk je er niet meer aan. Ja, totdat ik terug moest lopen. Toen wou ik nog mensen aancoachen, maar ik had geen stem meer. Mijn keel was helemaal droog, dus het eerste wat ik zocht is wat drinken. Ja, en genieten. Jullie waren al dood en begraven volgens iedereen en dan toch nog gered rechtstreeks. Ja, dat is wel heel lekker. Ik heb genoeg mensen, zelf supporters, gehoord van Glenn, ik snap niet dat je er nog vertrouwen in hebt. Nou, ik denk dat wij als groep hebben laten zien waarom wij er wel vertrouwen in hebben. Want ik kan je wel vertellen dat ik wel heel trots ben dat ik aanvoerder mag zijn van deze groep. Als je ook ziet in Jan Hooyveld, die eigenlijk te horen heeft gekregen dat zijn contract niet werd verlengd, geblesseerd is. Ja, en toch elke zaterdag in de bus en voor de wedstrijd de gangmaker is. En Johan Wigge, die natuurlijk een gigantische carrière in Duitsland heeft gehad. En hier ook genoegen moet nemen met een bankplaats. Nooit gezeik gehad. Ja, dan mag ik wel zeggen dat ik wel heel trots ben. Hele jaar in de gevarenzone gestaan en nu gewoon veilig op de laatste dag. Ja. Het plaatje kan niet mooier. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik denk na dit is kunnen wij zeggen dat dit een heel goed jaar is voor HC. Want niemand had verwacht of had kunnen voorspellen wat er in de tweede divisie gevraagd werd. En ik mag toch wel zeggen dat wij zo'n stabiele club zijn. En een club waar zoveel rek in zit dat we nu kunnen analyseren van oké, waar moeten wij nog stappen maken richting volgend jaar. En dat biedt gewoon heel veel positieve bedoelingen voor de toekomst. En dat is genieten. Nou, en dat er vandaag weer 500 man uit Hardenberg meegaan, 2 uur lang in de bus zitten om jullie te ondersteunen. Dat geeft er ook wel aan dat jullie op dit niveau thuis horen. Ja, maar ik denk dat elke club. En ik moet eerlijk zeggen, ik had niet verwacht van Una. Iedereen zei ja, kutveld, kutaccommodatie, geen supporters. Maar dat doen ze, weet je, er stonden ook veel mannen. Ik hoop dat deze club er ook gewoon in blijft. En gewoon hele sportieve gasten in het veld. En, weet je, deze club, met alle respect, daar kunnen heel veel clubs in het amateurvoetbal nog een puntje aan zuigen. En daar moeten we trots op zijn, dat moeten we ook absoluut behouden. Maar we moeten wel heel kritisch kijken van oké, wat kan nog beter richting volgend jaar weer. Eerst even een feestje denk ik, hè? Dat is wel verdiend. Ja, volgens mij gaan we zo snel mogelijk de bus in en gaan we ook richting kantine. En ik denk dat ik vanavond ergens in een auto, in mijn auto slaap, want ik denk niet dat ik nog terug mag rijden. Dus dat is genieten. Daar moeten we ook van genieten. En, dat is toch heerlijk, man. Iedereen had verwacht dat we nog tot begin juni zouden moeten voetballen. En volgens mij hebben we nog één of twee bijeenkomsten en heb je gewoon vakantie. En dat is wel heel lekker, hoor.